Jong Sparta wint vandaag met 1-0 van Koninklijke HFC. Gefeliciteerd met 3 punten. Kijk je tevreden terug op de wedstrijd? Ja, zeker, zeker. Ik denk dat we gewoon een hele goede wedstrijd hebben gespeeld als team. We hebben veel energie gelegd en goede kans gecreëerd, goed voetbal laten zien. En dat je dan gewoon met 1-0 wint, vind ik wel terecht, zeker. Ja, je merkte misschien wel een beetje dat er veel fouten gemaakt werden vandaag op het veld, eigenlijk aan beide kanten. Waar kwam dat door? Ja, ik denk met manier van spelen voor HFC, daar speelden we in 5-3-2 met de backs die doorgingen dekken op onze backs. Dus dan sta je overal eigenlijk 1-op-1. Ja, daar heb je gewoon minder ruimte, minder tijd. En dan zitten gewoon soms zulke wedstrijden tussen dat het wat minder gaat. Maar ik denk dat zo'n wedstrijd moet je ook gewoon kunnen spelen. Het loopt niet allemaal vlekkeloos. Maar ik denk dat we dat als team heel goed hebben gedaan, goed gestreden voor elke bal. En dan maak je gewoon die 1-0 en vind ik dat ook gewoon verdiend. Ondanks dat er wel fouten zijn gemaakt, maar ja, dat kan gebeuren. Merk je, jullie al eigenlijk al 5 wedstrijden niet gewonnen, merk je dat het team echt snakte weer naar een overwinning? Ja, zeker, zeker. Zoals je zegt, we hebben tijdens niet gewonnen. En het waren ook vooral wedstrijden die we vonden dat we wel moesten winnen, konden winnen. En dat je dan nu 3 punten pakt is heerlijk, ook verdiend. En ben ik gewoon heel trots op het team. Revin Rosario maakte vlak voor het einde van de wedstrijd de 1-0, de enige treffer dus. Daarna ben jij nog heel belangrijk, waarin jij een bal van de lijn kopt. Hoe voelt dat voor jou? Ja, voor mij is het gewoon hetzelfde als het doelpunt maken. Ik sta niet voorin, dus ik maak ze minder dan de aanvallers. Ik moet zorgen dat ik ze tegenhoud en dat ik dan een bal van de achterlijn hou. Ja, voel ik gewoon als een goal. En ben ik gewoon blij mee, is ook gewoon mijn taak. En blij dat ik het team daarmee kan helpen om zo de winst veilig te stellen. Ben je tevreden over je eigen wedstrijd vandaag? Ja, ik ben tevreden. Ik heb wel goed mijn duels kunnen pakken. Aan de bal ging het wel prima. Wel een paar momenten dat ik iets beter kon staan, vond ik. Maar al met al ben ik wel tevreden over mijn wedstrijd. Ja. Je bent eigenlijk van als aanvoerder van de onder 18 doorgeschoven dit seizoen naar Jong Sparta. Daar begon je op de bank, maar inmiddels sta je eigenlijk bijna altijd in de basis. Hoe kijk je naar de eerste 15 wedstrijden die je gespeeld hebt bij Jong Sparta terug? Ja, zoals je zegt heb ik in het begin op de bank gezeten. En dan is het gewoon vooral de trainer zo moeilijk mogelijk maken om gewoon te laten zien dat je moet spelen. En dat heb ik op de training heb ik dat gewoon laten zien. En de minuten die ik heb gekregen heb ik dat laten zien. Dus ik heb mijn plekje gewoon goed af kunnen dwingen, vind ik. En dan is het gewoon heerlijk dat je gewoon elke week 90 minuten kan spelen. En daar word je ook het beste van. Vorig seizoen speelde je al een aantal wedstrijden bij Jong Sparta. Nu ben je dan dus echt min of meer een onbetwiste basisspeler. Merk je dat het nu je wat meer ervaring hebt, het ook makkelijker afgaat hier in de tweede divisie? Ja, zeker. Je speelt gewoon meer wedstrijden. Dus je raakt gewoon meer ingespeeld op het team. En dan merk je zelf ook dat het gewoon beter gaat. Je komt meer in de automatismes. En je weet ook wat de trainers van je verwachten, wat de medespelers van je verwachten. Dus het helpt wel gewoon mee dat ik gewoon veel wedstrijden speel in mijn ontwikkeling. Dus ben ik gewoon heel blij mee. Wat zijn nog doelstellingen die jij dit seizoen wil bereiken? Ja, mijn doelstellingen zijn dat ik hopelijk mee kan op trainingskamp met het eerste in december. En dan hoop ik gewoon in de kansen die ik krijg, me gewoon kans te pakken en gewoon mezelf gewoon goed mogelijk te laten zien. En dan gewoon hoop ik dit seizoen gewoon het debuut te maken voor het eerste. Het is koud, we gaan snel naar binnen toe. Ja, veel succes de rest van het seizoen. Dank je wel.